doel erachter is dat we twee dingen proberen te verenigen eigenlijk. Het gaat erom dat we zijn een groene stad, een biodiverse stad, met veel fauna, veel flora. En dat willen we ook graag zo houden. En tegelijkertijd hebben we ook een verduurzamingsopgave. En dat betekent dat gewoon veel gebouwen worden gerenoveerd, verbouwd, van isolatie voorzien en dergelijke. We werken met een overkoepelend plan, wat erop gericht is dat we de soorten die eigenlijk in de stad voorkomen beschermen. En dan hebben we het over vooral de soorten die in gebouwen zitten. En dan heb je het over de gierzwaluw met name, de huismus en een aantal vleermuissoorten. Een belangrijke reden is dat er een grote verduurzamingsopgave is. De woningbouwcorporaties hebben dat. Die gaan de komende jaren duizenden woningen verduurzamen. Dus dan moet je denken beter isoleren, zonnepanelen, vergroenen. En waar ze eigenlijk tegenaan lopen is de lange vergunningprocedure. En met dit plan proberen we eigenlijk die vergunningenprocedure eigenlijk in te korten, kleiner te maken. En ervoor te zorgen dat we ook het goed doen voor de dieren. Zodat ze ook de komende jaren, dat we daar nog veel plezier van beleven. Nou, de gierzwaluwen en de vleermuizen, maar ook de huismussen zijn insecteneters. Als je heel veel last hebt van muggen en van vliegen, dan heb je juist heel veel profijt van de huismus, gierzwaluwen en vleermuizen. Ja, als we ze niet hadden, dan zouden wij als bewoners daar veel meer last van hebben. Door het SNP weten we gewoon veel beter welke investeringen we moeten doen, welke voorzieningen we moeten treffen. En dat is vooral een voordeel voor planning en uitvoeringen voor ons. Dus niet alleen wij zelf, maar ook onze partijen, aannemers, uitvoerende partijen. Die moeten veel meer vooraf rekening houden met de uitgangspunten en dat ook meenemen in de planuitwerking. Ja, het SNP dat geeft ons ook wel verplichtingen. Zo is het zo dat we er dus van uitgaan dat alle gebouwgebonden soorten in het gebouw moeten kunnen wonen. Dus vandaar dat wij ook altijd alle voorzieningen aanbrengen bij de projecten die wij uitvoeren. Doordat wij de spouwmuren gaan vullen met isolatie, verjagen wij eigenlijk de dieren die daar aanwezig zijn. En daar moeten wij voorzieningen voor treffen. Voor de start van de werkzaamheden gaan wij samen met Loopplan om tafel en dan zullen wij een werkprotocol opstarten. En daar zal in omschreven staan hoeveel voorzieningen en waar de voorzieningen ongeveer moeten komen. Dus wij zullen daar inbouwkasten voor gaan maken in het metselwerk. Deze gebouwen zijn in eerste instantie al in gebruik geweest door eigenlijk al deze soorten. En wat we doen is ervoor zorgen dat ze weer terug kunnen komen. Het grote gebouw dat is voor heel veel functies geschikt voor vleermuis. En waaronder een massa winterverblijf. En dat zit hier in dit geval zit het er ook. Dat hebben we aangetoond met een warmtebeeldcamera en onderzoek. 8 bovenste verdiepingen zijn volledig geschikt gemaakt voor de vleermuis, zodat ze daar kunnen blijven overwinteren. De meeste mensen hebben geen flauw idee dat er een vleermuis in hun huis zit. Dus dat, ze zeggen heel vaak, nee, er zit echt niks. En er zitten soms een hele kraamkolonie van 40, 50 vleermuizen in. Dat hebben ze nog nooit gezien. De openingen die je ziet, die brievenbusjes en die openstootvoegen, die bieden toegang tot de eerste spouw. En daarachter zitten de kasten die we hebben aangebracht. En die zijn via de gaten in de binnenmuur ook weer toegankelijk gemaakt. Ik geloof ook wel dat er een hoop enthousiasme loskomt in de stad. We zijn natuurlijk tot nu toe veel bezig geweest met, ja, met de procedure, met het schrijven van het plan. En je ziet eigenlijk sinds dit jaar, kan je ook werkelijk buiten zien wat er gebeurt. Dus het wordt ook tastbaar en het wordt voelbaar voor mensen. Ja, en wat ik zelf ook heel leuk vind is al die vrijwilligersorganisaties die nu eigenlijk zelf op pad gaan. Hè? En dat is gewoon 's ochtends, 's avonds gaan die de dieren tellen en die, ja, die zijn er intensief mee bezig. En dat is leuk dat dat loskomt in een groene stad als Apeldoorn. Wij zijn aan het kijken naar gierzwaluwen. Gierzwaluw is een vogel die hier in de zomer bij ons komt broeden. En dit doet hij door plekken in de stad te zoeken, onder dakpannen, achter goten. En het is een vogel die het heel erg moeilijk heeft op het moment, omdat die traditionele broedplekken die zijn aan het verdwijnen. We gaan gegevens bijhouden, we gaan weten waar al die voorzieningen zijn ingebouwd. Er wordt ook gekeken of de soorten er gebruik van gaan maken. Een ander ding is ook dat we een aantal zaken gewoon nog niet zo goed weten. Er zitten nogal wat onderzoeksvragen. We hebben laadvliegers, dat is een vleermuissoort in de stad. Maar we weten gewoon echt niet waar die zitten. En dat betekent dat we ook komend jaar nog weer extra onderzoek daarna gaan doen. Worden die laadvliegers worden zelfs gezenderd om te kijken waar ze nou naartoe gaan. We gaan proberen, met de nadruk op proberen, vleermuizen te vangen.
specifiek de laadvlieger. En als we die weten te vangen, dan krijgt hij een zendertje op de rug. Dit is het zendertje. Vleermuizen vliegen vanaf de avondschemer tot de zon weer opkomt. We vangen vleermuizen met mistnetten. Hetzelfde soort net als vogelvangers gebruiken. We lopen iedere 10 minuten langs het net en dan om te kijken of er iets in zit. En alles wat er dan in zit halen we eruit. En dan we meten een paar dingen op en dan bevestigen we de zender. Ja, je ziet dat wij als Apeldoorn daarin een pioniersrol vervullen. We zijn een grote stad die dat ook stadsbreed oppakt en dat maakt het wel uniek. En je ziet ook dat andere steden daarin geïnteresseerd zijn. We worden dus ook regelmatig gebeld. In het kader van het SNP zijn mensen verplicht om bij sloop en nieuwbouw alternatieve verblijfplaatsen aan te brengen in het huis, in de buitenschil. Daar reageren de soorten verschillend op. Huismussen die zijn daar heel snel in, die pikken eigenlijk hetzelfde jaar al de nestkasten in, zelfs die van eigenlijk bedoeld zijn voor de gierzwaluwen. Maar bij gierzwaluwen is dat anders. Die zijn veel traditioneler en die komen normaal gesproken elk jaar terug naar hetzelfde plekje wat dan waarschijnlijk niet meer bestaat. En het duurt gewoon soms jaren voordat ze daar gebruik maken van de nieuwe aangeboden nestgelegenheden. Helaas is dat zo, maar op de lange duur hopen we dat het dus wel gaat. Want ook elk huis is ooit een keer nieuw geweest en hebben ze ooit ook ontdekt. Het geluid van mannelijke chilpende huismussen is iets wat je in grote delen van Apeldoorn tegen kan komen en wat er echt bij hoort. We zouden die soort gewoon niet willen missen. Ik woon hier nu 55 jaar en nu krijg ik ineens nieuwe bewoners. Mijn kinderen zijn de deur uit, nu krijg ik andere gevleugelde bewoners, wat ik ook erg leuk vind. Kijk, er is nog één huisje vrij, die is nog onbezet. Die anderen die zijn bezet. Nou, ik vind dat het wel in Apeldoorn hoort, al die vogeltjes. Maar daar ben ik van mijn jeugd af eigenlijk al gewend, vogels in de omgeving.